Kim Spinder en dit is de Innovatiewasstraat. Een podcast met inspiratie over innoveren en veranderen. In deze aflevering duiken we in de vraag: hoe kun je nou succesvol bouwen aan vernieuwing in jouw organisatie? Want één ding is zeker, wanneer je gaat experimenteren, gaat er van alles mis. Innoveren betekent namelijk ook vastlopen, zoeken, twijfelen, weer loskomen en nieuwe paden ontdekken. Maar hoe ga je om met situaties waarin je vastloopt? Ik heb daarom onderzoeker Susanne Verdonschot van Kessels & Smit uitgenodigd om hier antwoord op te geven. Susanne doet al jarenlang onderzoek naar innovatie. In haar nieuwe toolbox laat ze situaties zien waarin je kunt vastlopen, hoe je los kunt komen en doorbraken kunt vinden. Haar nieuwe toolbox heet Samen vernieuwen in de praktijk. Het is heel leuk om met de kaarten en concrete werkvormen aan de slag te gaan. Heb je hierin interesse? Kijk even in de show notes voor de URL. En schaf je haar toolbox voor 17 november aan, dan kun je nog gratis meedoen aan het online event op 17 november in de middag. En Susanne loopt dan de hele toolbox door van A tot Z, zodat je weet wat er allemaal in zit en wat je mee kunt doen. En je kunt het ook nog zelf ervaren. En dat is uiteindelijk dat hobbelige proces van vallen en opstaan en zoeken en vastlopen en weer loskomen. Dat is uiteindelijk het samen innoveren in de praktijk. Voordat we verder naar Susanne Verdonschot gaan luisteren, wil ik graag Jetske, Jo, Snap en Xenia bedanken als nieuwe vrienden van de show. Haal je ook inspiratie uit deze podcast? Word dan ook vriend van de show en kom erbij via vriendvandeshow.nl/innovatiewasstraat. Susanne, wat ben jij allemaal in innovatiepraktijken tegengekomen? Nou, ik ga eigenlijk naar heel veel praktijken die zichzelf niet zien per se als innovatiepraktijken. Dus soms wel. Ik heb voor mijn proefschrift veel onderzoek gedaan in proeftuinen op het gebied van ruimtegebruik in Nederland. Dus dan ging het over een kruispunt waar veel ongelukken gebeurden, of een wijk van een stad waar veel armoede heerste. En hoe ze dan met verschillende partijen en publieke en private mensen daar doorbraken in konden bereiken. Dus dat was echt ingericht met het doel om tot innovatie te komen. Maar ik ben ook heel veel in fabrieken of een snoepfabriek, op het ministerie, in een zorgorganisatie, in de supermarkt, waar mensen eigenlijk het werk doen en het vaak helemaal niet zagen als innovatie. Dus dan zijn vakkenvullers bezig met, dan was er bijvoorbeeld een supermarktmanager die kreeg het idee om elke vakkenvuller een eigen pad te geven, omdat hij dacht, dat werkt misschien veel beter. Dan is één iemand in dat pad verantwoordelijk voor en het spiegelen en het opruimen van de propjes en het checken van de houdbaarheidsdata. Terwijl eerder was er één iemand verantwoordelijk voor alle rommel op de grond, één iemand voor het spiegelen. Maar bij elke vuller een eigen pad werkte dat ineens veel beter. Iedereen ging veel beter voor zijn eigen pad zorgen. En vlak voordat de shift eindigde, toch nog even mooi spiegelen, zodat alles netjes stond, en dan het overdragen aan de volgende vakkenvuller bijvoorbeeld. Maar die vullers hadden zelf ook allerlei strategieën om meer klanten te binnen in de winkel door proefhapjes bijvoorbeeld te bereiden en die te presenteren. Dus zij zagen zichzelf niet per se als innovatiepraktijk, terwijl ik daar ging kijken en onderzoek kwam doen met de bedoeling om erachter te komen of er in normale werkplekken, waar gewoon mensen zijn die met hun dagelijkse dingen bezig zijn, of daar ook doorbraken plaatsvinden die samen kunnen leiden tot innovatie. Ja, ik herken dit wel. Ik heb ook wel eens een soort van innovatiewedstrijd georganiseerd, maar niemand vond zichzelf toen innovatief. Dus niemand schreef zich in. Nee, oh ja, kreeg je geen aanmeldingen. Nee, ik begrijp het. Maar want je ziet het zelf ook niet. Ja, toen we vroeger zeggen van, heb je een goed idee of misschien een vernieuwing? Dat stond veel dichter bij mensen. Van, oh ja, we willen wel wat dingen anders doen. Ja. Vernieuwing is dan makkelijker te snappen, merkte jij, dan innovatie? Innovatie klinkt zo groot. We associëren het misschien ook nog altijd een beetje met een technische innovatie of iets wat helemaal spetterend en geweldig af is. Terwijl uiteindelijk is het veel meer een pad dan een eindpunt, heb ik ontdekt. Ja, dat is misschien wel leuk. Ja, mensen denken inderdaad vaak aan dat ze dan een nieuwe Uber moeten ontwikkelen. Terwijl, ja, daar gaat het niet om. Maar dat vind ik wel interessant, want jouw definitie van innovatie gaat ook volgens mij meer ook over anders werken en het proces. Maar misschien kun je daar iets over vertellen, hoe jij daarnaar kijkt. Nou, voor mij is innovatie eigenlijk, ik heb het eigenlijk steeds minder over innovatie en steeds meer over innoveren. Het bezig zijn met iets te willen veranderen.
En dat je erop uit bent om iets wat niet lekker loopt, of waar je niet blij mee bent, of waar je een goed idee over hebt, om dat op een andere manier te kunnen doen. Dus in die supermarkt waar ik net over vertelde, hadden ze vaak zo'n idee van: we willen meer klanten erbij betrekken, of we merken dat er vraag is naar streekproducten, kunnen we daar niet meer mee doen? Of we willen meer producten verkopen bijvoorbeeld. Of in de snoepfabriek ging het over: hoe kunnen we meer ruimte geven aan de operatoren om ook dingen te mogen zeggen over hoe het hier gaat. En dan probeer je al werkende weg ruimte te maken voor dat wat je belangrijk vindt of dat waar je naar streeft. En dat is uiteindelijk dat hobbelige proces van vallen en opstaan en zoeken en vastlopen en weer loskomen. Dat is uiteindelijk het samen innoveren in de praktijk. Ja, dus bij de core helemaal niet een nieuw product nu. Nee, precies. Nee, dat is uiteindelijk, het is soms wel zo. Vaak zijn er heel concrete opbrengsten. Dus bijvoorbeeld die andere werkwijze van elke vuller een eigen pad is eigenlijk echt een procesvernieuwing. En soms is er ook een product, maar dan niet per se altijd een tastbaar product. Maar ik was gisteren nog bij een instelling waar ze met een studentenbende werken, die allemaal onderzoeken doen voor hun gehandicaptenzorginstelling. En dan zijn de tastbare producten die het oplevert de onderzoeken, de kennis eigenlijk. Maar eigenlijk is de nieuwe manier van samenwerken, waarin ze in de organisatie heel nauw met studenten optrekken die onderzoek doen met de cliënten en met de familie en met de medewerkers van die organisatie. Dat is in feite een manier van jezelf anders organiseren, die ook opbrengst is van het innoveren. Ja, dus het kan verschillende opbrengsten hebben. En dus het proces of een andere manier van werken is ook gewoon een mooie opbrengst daarvan. Ja, precies. De tastbare producten, de manier van werken. En een derde opbrengst, die is wat minder zichtbaar. Maar dat zou je kunnen zien als de meer duurzame opbrengst. Dat zit eigenlijk ook verankerd in de mensen. Doordat je ooit bijvoorbeeld deel hebt genomen aan zo'n studentenbende, ga je de volgende keer als je met een student werkt, verhoud je je misschien anders tot die student. En denk je niet: wat voor klusjes kan die voor me opknappen? Maar goh, waar zou hij of zij in geïnteresseerd zijn? Is dat ook iets wat mij interesseert? En zullen we samen een onderzoek opzetten? En dat is eigenlijk de bekwaamheden die je hebt ontwikkeld door het doorlopen van zo'n innovatie, die je blijvend meeneemt, ook in andere klussen of in andere contexten. Ja, ik herken het wel. We doen ook wel eens een innovatieprogramma. En dan zie je eigenlijk dat soms de eerste keer de opbrengst is dan wel dat je anders hebt samengewerkt, de organisatie beter leert kennen, dat soort dingen. Maar dat mensen dan weer teruggaan in hun eigen werk en dat dan ook anders gaan aanpakken. En dat het dan in één keer wel lukt. Omdat je heeft ook wat oefening nodig. En dan die skills. Maar je kunt, als je dat eenmaal ziet, kun je ook niet meer terug of zo. Nee, maar het maakt de andere kant ervan is dat je soms ook ziet dat mensen zich dan een beetje eenzaam voelen. Als ze het idee hebben dat ze ook de enige zijn die nieuwe werkelijkheid zien of zo. Ik heb ooit eerder samen met een student onderzoek gedaan naar hoe dat werkt van zo'n innovatief groepje en dan weer terug naar je afdeling. En zij ontdekte toen in het onderzoek, noemden we het een soort membraan. Alsof je een soort iets dat het bijvoorbeeld goed werkt om met z'n tweeën deel te nemen aan zo'n innovatief groepje, waardoor je als je daarna weer terug bent op je afdeling of in je reguliere werk, dat je ook iemand hebt om daar mee over te hebben, van gedachten te wisselen en ook samen die nieuwe manier van werken verder vorm te geven. Ja. En je hebt ook in het toolkit, hè, in de toolbox. Of we samen vernieuwen. Toolbox. Ja, echt heel leuk. Ik heb er heel erg van genoten. Ook een aantal inzichten. Het is misschien wel leuk om een paar, dat was eigenlijk de aanleiding van het onderzoek, om een paar bij langs te lopen. Ik vond eentje ook wel mooi van dat het echt over democratiseren van innovatie gaat. Ja, dat is echt met die vakkenvullers of operatoren in de fabriek. Iedereen zou je kunnen zien als een kenniswerker. En dat is iets wat ik echt door het onderzoek te doen al die jaren, wat ik te weten ben gekomen. Ik heb echt gezien hoe vakkenvullers zelf met ideeën komen om anders te werken of in de teams bij zorginstellingen. En dat is echt anders dan een R&D-afdeling die innoveert, of een innovatief groepje die creatief is, of een innovatielab van wie je het moet hebben. Je zou echt alle medewerkers kunnen zien als mensen die bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van het werk zelf. En dan krijg je natuurlijk ook vaak de vraag,
Ja, maar Susanne, wij zijn heel druk. We hebben helemaal geen tijd om te innoveren. Ja. We zijn al onderbezet, de waan van de dag. Hoe ga je daarmee om? Nou, het leuke is dat net wat jij zei over die wedstrijd waar niemand zich voor opgeeft. Hier kan je ook vaak van zeggen, maar je hoeft ook niks anders te doen. Het gebeurt al. Mag ik eens een keer meelopen of meekijken om te zien hoe het al gebeurt of waar jullie het al doen? Dus in die zin is er ook veel wat er in de dagelijkse praktijk al gebeurt, wat misschien niet gezien wordt als iets nieuws. Dus dan kom ik bij een zorgteam, nou die hebben het ontzettend druk. Nou dan mag ik net heel even langskomen in het afdelingsoverleg, 10 minuten. En dan neem ik een stellingenspel mee en dan ging het over een leercultuur. En dan legde ik een stelling voor en dan gingen we daarover met hen in gesprek. En dan vertelde iemand hoe veel ze nu doen om een warm welkom te organiseren voor nieuwe collega's die op de afdeling komen, die in opleiding komen. En dat ze nu niet meer spreken over leerlingen, maar over collega's in opleiding. Nou, ik vind dat zij vonden het gesprek heel boeiend om over die stelling te hebben. Dus ik mocht ook wat langer blijven dan 10 minuten. En daarna heb ik nog een actieonderzoek op de afdeling mogen doen. En zij kregen eigenlijk zelf meer inzicht in op welke manieren ze al kleine doorbraken bereiken als het gaat om zo'n leercultuur en het aantrekken van nieuwe collega's. Dus in die zin hoeft het niet altijd extra tijd te kosten, maar helpt het wel als er ook iemand naar je toe komt die je helpt om te laten zien waar het al gebeurt. Dat hoef je ook niet altijd allemaal zelf. Dat zie je soms zelf ook niet. Het zit soms een beetje in je blinde vlek, omdat het je dagelijkse werk is. Ja, dat is net als aan een innovator vragen, hoe heb je dat precies gedaan? En dan komen er vaak wel 10 stappen, maar dat is niet echt hoe het echt was. Maar dat is meer terugkijken, ik denk ongeveer dit. Ja, dat was ook een van de problemen bij het onderzoeken van innovatie. Want ik ging eerst reconstrueren innovaties die al af waren. En dan vertelden mensen achteraf, samenvoegen van 2 productielijnen bij Unilever, van Boemboe en Saté, dat konden ze met minder operatoren doen. Heel veel geld bespaard. En dan werd er gevraagd, hoe hadden jullie het aangepakt? En dan krijg je zo de 5 stappen die recht op dat doel afstevenen. Maar het is ook een probleem van het geheugen, want je onthoudt ook niet waar je allemaal op bent vastgelopen, wat er allemaal tegen zat. Je onthoudt uiteindelijk alleen maar de dingen die hebben geleid tot het anders werken. Ja, dat is wel een mooie. Want jij zegt ook, een van de inzichten is dat innovatie echt een rommelig proces is. Dat is natuurlijk ook altijd lastig uitleggen van wat gaan jullie precies doen? Ja, dat is ook altijd moeilijk om te zeggen. Ja. Ja. Maar kun je dat eens uitleggen, hoe jij dat hebt ervaren? Waarom het zo rommelig verloopt en wat daar ook misschien wel het nut van is? Ja, mooie vraag. Ja, dat heeft inderdaad misschien wel nut dat het zo rommelig is. Wat ik zie is dat het vaak wel begint met een probleem of met een idee. Alleen juist omdat het zo'n weerbarstige vraag is en iets waar je niet direct antwoord op weet, dat is eigenlijk de reden waarom echt vernieuwing of iets anders nodig is. Ze zeggen dan toch ook wel, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus je wil het eigenlijk over een andere boeg gooien. Maar net die andere boeg, daarvan weet je helemaal niet welke boeg dat dan is. En je weet ook niet meteen, als zich een stukje daarvan openbaart, voelt dat niet meteen als, ha, dit moeten we hebben. Want het is niet vertrouwd. Het is helemaal onbekend. Dus je probeert eigenlijk houvast te vinden en te weten, is dit nu wat we zoeken? Dit kleine stapje vooruit? Maar je weet het niet. Dus het is eigenlijk heel onzeker. Je weet vooral heel veel niet. Terwijl om je heen, en dat maakt het misschien wel ingewikkeld, om je heen allemaal mensen, de budgethouders of de programmamanagers, die vragen, en wanneer komen jullie met de resultaten? En kunnen we de opbrengsten van fase 1 alvast zien, zodat we het budget voor fase 2 kunnen gaan aanvragen? En dat zijn best moeilijke vragen om te beantwoorden als je midden in dat rommelige en onduidelijke zit. Ja, dus dat is ook iets waar iedereen natuurlijk tegenaan loopt. Het is lastig om de resultaten überhaupt heel expliciet al te maken. Maar ook te zeggen van, nou, dit wordt de volgende stap als je er nog middenin zit. Ja, en je zei net, misschien heeft het ook wel een functie. Dat ik denk wel dat juist omdat je die volgende stappen nog niet weet en dat onzekere zoeken een beetje durft aan te gaan, kan het ook leiden tot iets wat je van tevoren niet voor mogelijk had gehouden. Iets anders, iets nieuws of zo. En dan nog vind ik soms dat we veel de nadruk leggen op waar het naartoe gaat. En
dat er meer nadruk zou mogen komen te liggen op de doorbraken die je onderweg meemaakt. Want uiteindelijk is het werken aan een klantgerichtere winkel bijvoorbeeld, of aan een meer personeel, meer collega's die met plezier komen werken in de zorg, is uiteindelijk niet een eindpunt wat je makkelijk kan bereiken, maar is eigenlijk iets wat je al werkend, je loopt de hele tijd vast, dan probeer je los te komen. Dat is wat we ook in de toolbox vertellen en waar we de kaartensets voor hebben gemaakt. Je loopt vast en je probeert los te komen. En die kleine momenten van vastlopen en weer los weten te komen, dat zou je doorbraken kunnen noemen. En daar zit eigenlijk heel veel waarde in al voor de praktijk. Want dat is één zorgmedewerker die met een collega in opleiding gaat zitten om de schoolopdracht door te spreken en te kijken hoe ze er meer tijd voor kunnen maken in het dagelijkse werk bijvoorbeeld. Dat is een super essentiële doorbraak in dat, met het oog op die grotere ambitie. Ja, dus die kleine momenten moet je eigenlijk ook vieren, die stapjes. Absoluut, en vieren en ook oogsten. Het begint eigenlijk al om ze bloot te leggen. Want dat is ook, als je dan niet weet waar het naartoe gaat, dat is vooruitkijkend. Maar je kan wel een heel klein stukje terugkijken van de stappen die je al hebt genomen en proberen te zien wat hebben we daarin eigenlijk al tot stand gebracht. Wat hebben we al aan het in beweging gekregen als het gaat over ons verlangen. Ja. Ja, een van de dingen die heel erg terugkomt, ook in de toolbox en ook in de beschrijving, is dat ze het leren om te innoveren dus niet in het klaslokaal gebeurt, maar tijdens het werk. Ik krijg ook altijd vragen, wat voor opleiding moet ik doen, Kim, om ook innovator te worden? Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij tot dat inzicht kwam. En misschien kun je daar iets over zeggen. Nou, ik denk dat er zijn wel allerlei opleidingen en leertrajecten die je kunnen helpen, waarbij je even in een klaslokaal zit, die je kunnen helpen om in je praktijk nog beter uit de voeten te kunnen met die rommeligheid en alles wat zich aandient. Maar in essentie zou je kunnen zeggen, is leren om te innoveren een vorm van leren die niet zozeer alleen plaatsvindt in het werk, maar die in feite samenvalt met het werk. Dus waar je veel van het leren wat je in een klaslokaal doet of op de werkplek, is leren met de bedoeling om beter te worden in je werk. Dus toen ik leerde vakken vullen, was er een ervaren vakkenvuller. Ik hoefde niet in een klaslokaal, maar ik liep met hem mee. En die zei tegen mij, je moet die oude dingen naar voren halen en dan die nieuwe erachter leggen. En kijk uit, want nu leg je alle dozen in het gangpad en dan struikelen mensen. Dus zo kreeg ik een werkplekopleiding. Maar hij wist hoe het moet en ik niet. En dat is eigenlijk leren met de bedoeling om beter te worden in je werk. Dan is de kennis die er overgedragen moet worden in feite bekend. En bij leren om te innoveren gaat het eigenlijk om een andere vorm van leren, waarbij je eigenlijk bezig bent om het werk zelf te verbeteren en te vernieuwen. En dan vraagt het dat het werk zelf en de collega's om je heen en de manier waarop je met elkaar omgaat, dat dat het karakter heeft van een leeromgeving. En dan wordt het ineens essentieel dat als jij er anders over denkt dan jouw baas, en jouw baas zegt we gaan het zo doen, dat je durft te zeggen, ik heb een ander idee. En dat die baas dan niet zegt, dat hebben we alles geprobeerd, maar oh, vertel eens. En dat je daar samen iets mee gaat doen. Maar dat stelt best hoge eisen aan de manier waarop de werkomgeving eruit ziet. En dan kan het absoluut helpen om af en toe in een klaslokaal te zitten en bijeen te komen met gelijkgestemden die ook dat soort innovatieproblemen ervaren. Om er samen beter in te worden of om situaties, daar hebben we de toolbox ook voor gemaakt, om vastloopsituaties te herkennen en met behulp van de ontwerpprincipes daarmee aan de slag te gaan. Nou, dat is niet altijd in het dagelijkse werk, maar dan ben je even in een zaaltje met een paar collega's of met een paar mensen van je opleiding om dat te doen. Ja, want er zit dus ook een kaartenset bij, dat is echt heel leuk. En er zitten dus ook voorbeeldsituaties in, hè, waarin je voortdurend vastloopt. Ja, hoe vond je die? Herkende je die? Ja, het geeft dus al heel veel hoop dat je denkt, oh, ik ben niet de enige. Dus het voelt heel goed, los van of je het oplost. Maar het voelt echt, oh, er zijn meer die hier tegenaan lopen. Ik ben niet lopen. De enige. Ja, ja, de hele stapel met situaties waarop je kunt vastlopen. Het heeft ook iets, het zou iets deprimerends kunnen hebben, maar het effect wat ik meestal ervaar als ik er met groepen mee werk, dan lezen ze al die situaties en dan beginnen ze heel erg te lachen, omdat ze er heel veel van herkennen. Ja, ik had zelf
Ja, die had ik onlangs in een groepje. Er was heel veel negatieve energie. Dus één iemand aan tafel, die zei de hele tijd dat wat ze niet kon. Hij was heel kritisch. Die vroeg ook steeds, wat is de definitie daarvan? En op een gegeven moment loop je dan vast. Maar ja, dat is soms best lastig om dat om te buigen. Hoewel, je wilt iedereen een stem geven, maar je wilt eigenlijk ook wel de spirit hoog houden. Een beetje de vibe van, wij kunnen dit met elkaar. Ja. En als je nou zo'n kaart hebt en je denkt, ik herken me erin. Hoe pak jij dit dan aan? Nou, een van de dingen waar ik achter kwam in het onderzoek is dat er, ja, het is misschien heel voor de hand liggend hoor, maar ik doe onderzoek ook om voor de hand liggende dingen echt zelf te ontdekken. En een van de dingen waar ik achter kwam is dat er geen één manier is om het aan te pakken. Dus het heeft eigenlijk het feit dat je herkent dat je vastloopt, dat doet ertoe. En vervolgens zou je kunnen zoeken naar een nieuw perspectief om met die situatie om te gaan. Daar kan je die ontwerpprincipes weer bij gebruiken. Dus dat zijn er 11. Nou, en jij beschreef net die situatie van er is negatieve energie. En je werkte toen met een groepje van een aantal mensen vanuit een organisatie aan iets? Of hoe was de situatie? Ja, zij waren al vaker samengekomen. Maar dit was eigenlijk al wel een knelpunt. Maar die komt dan meteen natuurlijk op tafel. Ja, ja, ja. Nou, ik kan dan zo. Het hangt ook heel erg af van waar je zelf, als je naar die principes kijkt, affiniteit mee voelt. Dus ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen, ik zou zelf ontwerpprincipe 8, dus ga op zoek naar nieuwe signalen en betekenissen. Ik kan me echt voorstellen dat ik even inzoom op iemand. Dus diegene gaat allemaal vragen naar definities en naar dingen. Voor je het weet zit je zelf in een soort verdedigingsmodus. Ja. Maar er is iets. Dus ik zou dan zelf wel op zoek willen gaan naar, wat denk je er eigenlijk bij? Jij ziet het volgens mij helemaal niet zitten. En dan even dat uitzoeken. Maar dan is het een keuze om wel even op diegene te richten. Er zijn ook andere mogelijkheden. Dus ik zou jou dan vragen, als jij naar die 11 principes kijkt, wat is een perspectief wat jou zou aanspreken? En dan zou je dat kaartje erbij kunnen pakken en op de achterkant kunnen kijken welke tips erop staan waar je misschien wat aan hebt. Ja, ik vind dan bijvoorbeeld ontwerpprincipe 7, maak iets samen. Ja, dat is mijn lievelingsprincipe. Oh yes. Ja. Die zou dan, dat geeft vaak ook een hele andere dynamiek namelijk. Absoluut. Dan verleg je het accent van praten naar iets doen en iets eruit, de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst of een agendaatje. En als jij denkt aan die bijeenkomst waar je zat, heb je dan ook al een idee wat je zou kunnen maken of hoe dat eruit zou kunnen zien? Ja, misschien wel een product. Hè? Dan wordt het wat concreter. Soms hebben mensen dat ook wel nodig. Van, we zitten hier al 3 keer bij elkaar. Wat gaan we nou doen? We blijven maar praten. En dan dat misschien kunnen helpen. Ja. En het leuke is, ik vind ook, je noemt hem ook in het kader van die situatie dat er iemand is met negatieve energie. Het interessante aan dat principe 7 van maak iets samen. Het mechanisme wat eronder ligt is dat kleine verstoringen tussen mensen, perturbations heette dat in het Engels, in de literatuur, kunnen vaak een bron zijn voor leren. Dus die kleine spanningen en dingen waar het schuurt, zijn eigenlijk een bron voor leren. Terwijl heel vaak proberen we ze een beetje weg te poetsen en het te doen alsof het er niet is. Maar dat eigenlijk zou je het veel liever willen benutten voor datgene waar je aan het bouwen bent. En iets maken helpt vaak om die verstoringen en die schuringen wat meer naar boven te brengen. Omdat je dan, nee, het moet zo. Nee, maar wacht. Dan komt het naar de oppervlakte en dan kan je er in feite ook beter mee werken of iets mee doen. Ja, ja, dat is een goeie. Welke ik nog ga, ik had ook even iemand anders voorgelegd. En die zei, ja, bij ons is er gebeurt eigenlijk niets. Mensen vergaderen en vinden het wel belangrijk, maar uiteindelijk doet niemand iets. Het is stil, vrijblijvend, gaan we weg. En dan, dan ben ik weer de enige die zich verantwoordelijk voelt. Ja, dus die vond die herkenbaar. Dus dat is leuk. En je hebt ook nog een aantal werkvormen kaarten erbij, hè, wat je dan kunt inzetten. Hoe zet je die dan in? Ja, klopt. Ja, je zou, als je het helemaal volgens het boekje doet, dan pak je eerst de situaties waarop je vastloopt. Ja. Dan vraag je je af, waar loop ik op vast? Vervolgens kies je een ontwerpprincipe uit waarvan je denkt, nou, daar valt wel iets van te verwachten voor mij. En dan kijk je achterop het kaartje van dat ontwerpprincipe en misschien staat er bij de tips al meteen iets bij.
Of je kijkt naar welke werkvormen er bij dat ontwerpprincipe horen en dan pak je die erbij. Ja. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar het op zoek gaan naar nieuwe betekenissen. Ga ik even kijken welke werkvorm, dat staat weer in het boekje, welke werkvormen daarbij horen. Dat is bijvoorbeeld meervoudig kijken naar de vraag. Of de vraag achter de vraag. Dat zou voor die persoon uit jouw groepje misschien nog wel belangrijk kunnen zijn. Of een historielijn met betekenisvolle momenten maken. De scenario-methodiek. En dan kan je die grote werkvormkaarten erbij pakken om met die werkvorm aan de slag te gaan. Ja. Ja, dus het kan ook inderdaad heel erg helpen. Omdat innovatie dus zo'n rommelig proces is. Als je dus vastloopt wat geheid gaat gebeuren. Om überhaupt met elkaar over te hebben. Waar lopen we nu vast? Waar ligt het aan? Dan heb je eigenlijk al een leukere manier. Ja, met die lastige situaties. Laat ons eens kijken waar we eigenlijk last van hebben. Dan wordt het ook bespreekbaar. Ja, en dan vervolgens kun je ook kijken wat vinden we passend om eens te proberen. Dan wordt het ook weer iets leuks. Van laten we dit eens... Laten we hier eens mee aan de slag gaan. Ja, en de werkvormen zijn ook heel gevarieerd. Van complimenten geven tot ontwikkelgerichte feedback. Maar ook het maken van een impact map of het doen van een impact interview bijvoorbeeld. Dus er zitten eigenlijk allerhande, je kan ook los je laten inspireren door de werkvormen om te kijken wat is iets waar ik baat bij zou kunnen hebben of zin heb om gewoon eens mee te experimenteren. Ja, ja, dat is een, het is denk ik een mooie ook om, hoe zeg je dat? Om ook weer met energie verder te gaan. Ja. Ja, dat is uiteindelijk wel een belangrijke vraag. Hoe kan je, of een belangrijke iets waar je voor te zorgen hebt. Hoe zorg je ervoor dat in dat rommelige proces waarin je voortdurend vastloopt, jezelf een beetje de moed weet vast te houden en het voor jezelf de moeite waard blijft maken. En zelf niet de moed je in de schoenen laat zinken. Ja. En daar kan een vrolijke toolbox soms misschien wel bij helpen. Ja. Heb jij nog andere favorieten? Want je zei iets maken is mijn favoriet. Heb jij nog een andere favoriet? Het kan natuurlijk ook een principe of een werkvorm zijn. Maar jij zegt, die vind ik altijd heel leuk om toe te passen. Nou, mijn nieuwste favoriet, we hebben een heel aantal nieuwe werkvormen toegevoegd. En de paar favorieten van de werkvormen die we erbij hebben gedaan. Eén is maak een historielijn met betekenisvolle momenten. En een andere is een impact map van de innovatie maken. En dat heeft eigenlijk, dat zijn mijn nieuwste favorieten, omdat ik erachter ben gekomen dat veel mensen die bezig zijn met innovatie zich wel herkennen in dat idee van experimenteren en vooruitstruikelen. Daar zijn ze eigenlijk wel van doordrongen. En dan vertellen ze mij, maar het is zo lastig uitleggen aan de organisatie, want die verwacht wat anders. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? En mijn insteek is eigenlijk steeds dat het in dat geval helpt om, wat ik net zei, over een klein beetje achterom te kijken en te zien wat er aan het ontstaan is. En een impact map kan helpen om in kaart te brengen wat verwachten we eigenlijk te doen? Wat verwachten we eigenlijk dat de stappen die we nemen, hoe hopen we dat dat bijdraagt aan de grotere beweging waar we aan bouwen? En een impact interview kan helpen om met mensen in gesprek te gaan, om erachter te komen. En heeft het voor jullie al iets betekend? Zijn jullie ook al op een andere manier daardoor gaan werken? En doordat je dat in kaart krijgt, kan je zien achterwaarts, ze zeggen toch ook wel eens, je leeft het leven voorwaarts, maar het wordt achterwaarts begrepen of zoiets. Nou, misschien dat ik de quote helemaal verhaspel hoor, maar uiteindelijk begrijp je vaak beter wat je hebt gedaan, omdat je nog niet kan begrijpen wat je zult gaan doen. En het doen van een impact interview of het maken van een historielijn helpt om daar wat meer betekenis en vorm aan te geven, zodat je ook ziet welke kant je aan het opgaan bent. Zo'n beetje Steve Jobs zei dat toch ook, connecting the dots, maar dat kun je alleen maar achteruit kijken doen. Ja. Nou, en dat is misschien ook waarom die mensen waar we het net over hadden, die klaar zijn met hun innovatie, die 5 stappen recht op het doel af beschrijven, want dan connecten ze de dots. Ja. Maar dat kan je onderweg niet, want er zitten nog allemaal cirkeltjes en valkuilen en doodlopende wegen tussen. Ja, en jij beschreef het net ook als een beweging. Dus... Ja. Misschien kun je daar iets over zeggen. Ja, dat heeft het onderzoek van de afgelopen jaren me vooral opgeleverd. In mijn promotieonderzoek keek ik naar innovatiepraktijken, waar mensen werken aan innovatie. Toen had ik het ook al niet echt over innovaties, maar over het bezig zijn met innoveren. En eigenlijk
ben ik erachter gekomen. We hebben tientallen bewegingmakers geïnterviewd. Mensen die aan een vernieuwend initiatief bouwen in een organisatie of tussen organisaties. En we kwamen er eigenlijk achter dat al die initiatieven zich het best laten beschrijven als een beweging. Dus iets wat ze in beweging proberen te krijgen in hun organisatie, zoals vitaal vakmanschap of in de maatschappij, positief onderwijs. En waar je eigenlijk steeds meer mensen bij wil betrekken en waar je steeds slimmer in wil worden en steeds effectiever in wil worden. En het denken in termen van een beweging helpt eigenlijk omdat het wat meer de nadruk legt op het ermee bezig zijn en het gaandeweg die beweging een beetje de goede kant op proberen te krijgen, zonder dat je het helemaal kan sturen of beheersen. Want je hebt het niet allemaal onder controle en de beweging is ook veel groter dan dat wat jij alleen maar doet. Er zijn ook andere mensen in de wereld bezig met iets soortgelijks. Soms weet je het niet eens. En ook dat is van invloed op jouw beweging. En als je dat erbij weet te pakken of die verbinding weet te leggen, lukt het soms ook beter om het samen bijvoorbeeld de goede kant op te krijgen. Dus op die manier ben ik nu dat denken vanuit een beweging en hoe kan je daar regie op nemen. Dat zijn nu de dingen die ik weer verder aan het verkennen ben in het onderzoek. Ja, want als je het woord regie noemt bij innovatoren, dan gebeurt er altijd iets. Want ze zeggen, ja, soms ontstaat er kortsluiting. Hè? Ja, ja, dat gaat niet. Hoe kun je dat nou waarom doen? Is dat? Want ja, hoe kun je nou een verandering plannen? Ja, nou, dat gaat dus ook niet. Nee, dat gaat echt niet. En toch ontmoet ik mensen die in het onderzoek, een aantal volg ik nu al een heel aantal jaren, en die bouwen aan zo'n beweging. En ik zie dat wat zij doen is wel degelijk, zijn wel degelijk regieacties. Dus we hebben het in onze eerdere publicatie erover beschreven met de metafoor van een bus. Dus soms trekken ze aan het stuur als iemand anders aan het stuur zit. Soms trekken ze aan de handrem. Soms maken ze een pitstop om even te tanken en zelf wat inspiratie op te doen in dat klaslokaal waar we het net over hadden. En zij zijn wel degelijk vanuit een rol waarin ze een beetje boven die beweging hangen, heel slim bezig om keuzes te maken, mensen erbij te betrekken. En dat is in feite wat ik regie noem. En ik wil wat meer snappen van die slimmigheid die zij daarin toepassen. Heb je daar al iets in ontdekt? Een soort van scoop al? Van nou, dit valt al wel op in mensen die daar toch op een of andere manier slim in bezig proberen te zijn? Tot nu toe heb ik drie principes daarin ontdekt. En het eerste is het congruentieprincipe. Dus zij doen vaak in het klein waar ze in het groot in geloven. Dus in kleine interacties zijn ze bezig, nodigen ze mensen uit voor datgene waar ze in het groot aan bouwen. Dus in een fabriek waar ze bouwden aan betrokkenheid bij het werk van de operatoren, bij de machines, waren we bezig. En even later kreeg ik van deze hoofd van de productieafdeling, ik stuurde een mailtje met wat aantekeningen die ik had uitgewerkt. En ik kreeg een mailtje terug met één woord en één plaatje. Een plaatje was een duim omhoog en het woord was dankjewel. En toen dacht ik, ja, jij doet in het klein waar je in het groot in gelooft. Je bent betrokken en je laat het blijken. Nou, dat is een voorbeeld van dat congruentieprincipe. En het tweede wat we ontdekten is wat we het kairotische principe hebben genoemd. Dus het juiste ogenblik herkennen om iets te doen. Dus eigenlijk de kans benutten op het moment dat die zich aandient. Maar dat kan alleen maar omdat je het herkent als kans. Dus iemand die je ontmoet en die dan, hey, hoi, even koffie drinken. En dan de volgende dag diegene opbellen. Zouden we niet eens werk moeten maken van samen optrekken in dit of in dat? Dus dat is een van de principes die we ontdekten. En het laatste was het netwerkprincipe. Dus ik zei er net al een beetje iets over. Je bent eigenlijk nooit in je eentje bezig met vernieuwen. Het gaat niet van een beginpunt A naar een eindpunt Z. Het is rommelig. Het is een beweging. Maar het helpt als je ernaar kan kijken als een netwerk wat in de wereld plaatsvindt, waar allerlei andere mensen op andere plekken ook iets aan het doen zijn. En die je op een handige manier, jij je kan verbinden aan dingen die er gebeuren, of mensen uitnodigen om zich te verbinden aan jou. Dus dat zijn de principes die ik tot nu toe ontdekt heb. Maar ik zit nog met een hele dataset van interviews om er nog wat meer over te weten te komen. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Het is nog in ontwikkeling. En dan zijn we stiekem, precies, mensen die bezig zijn met innovatie, stiekem ook bezig met regie. Precies, ja. Absoluut, absoluut. Maar wel op een andere manier dan het willen plannen, want dat doen ze allemaal niet. Niet plannen, niet verankeren, niet vastleggen, maar juist het handig omgaan met het
in beweging zijn van datgene waar je aan bouwt. Ja, want ik las ook in het boek van dat misschien opschalen, wat natuurlijk altijd gevraagd wordt, dat misschien ook wel helemaal niet kan. Daar was ik wel benieuwd naar. Ja, dat is wel zo'n vraag, hè? Ik hoorde jou in een andere podcast daar ook iets over zeggen. Dan heb je een pilot of iets gedaan en dan krijg je daarna de vraag, kan het dan de volgende keer een beetje sneller? Kunnen we het verder bouwen, maar dan sneller? En ik snap wel de vraag en de wens. En in de praktijk zie ik vaak, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar uiteindelijk is het wiel uitvinden ook iets wat erbij hoort. Dus het juist die bekwaamheid om het anders te doen, daar zit ook een belangrijke waarde in. En tegelijkertijd heb ik wel gezien dat het soms lukt dat er op meerdere plekken tegelijk wat kan starten. Of dat je de krachten kan bundelen waardoor het makkelijker gaat. Of waardoor je meer steun ervaart. Of waardoor de pilot makkelijker kan verlopen. Dus in die zin zijn er wel dingen die er kunnen ontstaan waardoor het makkelijker verloopt. Maar moet iedereen uiteindelijk toch zelf een pad maken? Dus hij is eigenlijk wel mooi. Dus het wiel uitvinden is eigenlijk iets goeds. Want je hoort natuurlijk altijd, we moeten niet allemaal het wiel uitvinden. Maar eigenlijk zeg jij, nou, daar zit ook waarde in. Het is wel iets goeds. Ja, en tegelijkertijd wil je wel zoveel mogelijk gebruik maken. Dat blijft volgens mij toch een streven. Nancy Dixon heeft daar al heel mooi in geschreven, al lang geleden in haar boek Common Knowledge. Dat beschrijft ze eigenlijk allerlei vormen. Zij noemt het transfer. Van hoe kan je het ene team leren van een ander team dat al wat heeft gedaan. Of hoe kan de ene organisatie de andere organisatie vinden om iets van te leren? Hoe ontstaan al die... Ze beschrijft daar verschillende vormen van transfer voor. En ik heb elke keer als ik het lees, ik herlees het nog wel eens, dat ik daar weer iets nieuws in ontdek. Omdat het toch de bedoeling is dat we er slimmer in worden. Dus we hoeven ons er niet bij neer te leggen dat het elke keer heel langzaam gaat. Je wilt toch manieren zoeken om elkaar makkelijker te vinden, meer te inspireren en minder last te hebben van ruis uit de omgeving. En daar hebben we echt nog wel veel in te doen. Ja. Ik ben wel benieuwd of jij tot slot ook nog een tip voor veranders hebt. Misschien iets waar ze morgen mee kunnen beginnen. Dat is altijd hoopvol, hè? Ja, nou, ik zou eigenlijk zeggen, volg je eigen nieuwsgierigheid en je eigen plezier. Want uiteindelijk is innoveren en dingen veranderen iets wat dicht bij jezelf ligt. Het werkt ook alleen maar als het dicht bij jezelf ligt. En als je weet welke vragen jou interesseren of waar je graag aan wil bouwen, dan zit daar vaak ook de energie om met de tegenslagen om te gaan. Maar ook de energie om op een leuke manier anderen daarbij te betrekken en gewoon je gang te gaan en niet al te veel last te hebben van wat er in de organisatie nog allemaal speelt. Je luisterde naar de Innovatiewasstraat met Susanne Verdonschot van Kessels & Smit. Vond je deze aflevering interessant? Deel deze podcast dan in je netwerk. En wil je samen vernieuwen in de praktijk? Koop dan de toolbox van Susanne. De link vind je in de show notes.